Deze keer bezoeken we het bijzondere museum Siemei in Veghel, waar industrieel erfgoed uit de meierij te bekijken is. Vandaag zijn we in de omgeving van Veghel, of beter gezegd in Veghel. Voor de mensen denk ik die hier wonen heel herkenbaar, want achter mij natuurlijk het kanaal. Hier staan we op het terrein van wat vroeger de CHV was. Tegenwoordig zit daar de stichting Siemei. En die houden zich bezig met industrieel erfgoed. Onder andere een museum. En daar gaan we vandaag een bezoekje aan brengen. Nou, Martin, hier zijn we dan in het museum. Wat is het voor een gebouw eigenlijk? Dit is een gebouw wat een historische achtergrond heeft. In dit gebouw hebben heel veel activiteiten plaatsgevonden. Hier heeft bijvoorbeeld de afdeling Zaaien, Zaad en Pootgoed van de CV gezeten. Ja. Hier heeft het gebouw is ook gebruikt geworden voor bedrijfsgoederen. Dus de goederen die de boer op het land nodig had. Gereedschappen, schoppen, rieken, hamers, nijptangen. Daar is eigenlijk de oorsprong van de boerenmondwinkels geweest. Oh, dat ligt hier. Dat is mooi. En zo hebben jullie dus heel veel machines in dit gebouw staan. Kunnen we eens een kijkje gaan nemen, Martin? Wat geen jullie zo al hebben? Heel graag zelfs. Nou, laten we Kom, gaan. Gewoon naar ons toe. Nou, dit lijkt mij een hele grote typemachine. In principe is dat dan ook een hele grote typemachine. Dit is een typograaf die gebruikt is geworden om als letterzetmachine voor de productie van kranten en tijdschriften. Oh, dus in de drukkerij. Een drukkerijmachine. En u ziet er ook aan het typebord dat dat geen QWERTY-bord is. Dat is geen QWERTY, nee. De mensen die hier aan werkten hadden een specifieke opleiding, een hele speciale dat opleiding. En de meneer die hier aan werkte moest foutloos kunnen typen. Mm-hmm. Die verdiende zelfs vaak meer dan de directeur van het bedrijf. Zo. Piet, hoe is eigenlijk het idee ontstaan om hier een museum te beginnen? Ja, 3 jaar geleden is dit complex van eigenaar veranderd. Dus toen heeft CV Lammenbelang heeft het verkocht aan bouwbedrijf Van de Ven. En die wilde het gebied ontsluiten. En hoe krijg je er mensen? En hij heeft zelf een deel oude machines en wat spullen bewaard. Dus toen is het idee geboren om een museum te vestigen in de oudste gebouwen die hier op het complex staan. En wat is eigenlijk de doelstelling van het museum? De doelstelling van het museum is eigenlijk dat we de machines, waar de industrie die hier rijkelijk aanwezig is, om te laten zien waar die mee begonnen zijn. Wat is dit dan voor een ding? Dit is een wasmachine. Iedereen heeft momenteel een wasmachine in huis staan. Destijds werd er dus professioneel, industrieel gewassen. Ja. Dat gebeurde door de firma Rad hier in Veghel aan de Lelylaan. Het bijzondere aan deze machine is dat het binnenwerk helemaal van koper is. Koper, ja. Ja. Maar destijds, het bijzondere is dat die machine ook een heen- en weerwerking had. En dat gebeurde door middel van deze drijfriemen, deze rollen. Ja. Hier liep een platte drijfriem overheen. En die werd door een mechanisme naar links en rechts gebracht. Okay. Zodanig dat je de ene moment deze draaiing kreeg en het andere moment die draaiing. Ja. Geert, jij bent hier als vrijwilliger ook. Wat ben je nou aan het doen? Ik ben een filmprojector aan het restaureren.
En dat is echt zo'n projector die we in de bioscoop zagen vroeger? Ja, die zijn, vroeger werden die gebruikt in de bioscopen om zeg maar films te projecteren. Ja. Dus, ja. En dan doe je alleen dit project en zeg je dan dagmuseum of blijf je wel als vrijwilliger aan? Ik vind het wel heel leuk om te doen. Zullen ongetwijfeld meer klusjes voor je hebben. Nee, ja, precies. Dus de bedoeling is in ieder geval om hier gewoon lekker nog op zaterdagochtend wat te klussen. U wilde iets vertellen over de klok, Martin? Ja. Deze klok is een pronkstuk ook van dit museum. Ja. Want dit is... Het klinkt een beetje vreemd, maar de moederklok van de CRV die helaas hier uit Vechel verdwenen is. Ja. Maar deze klok heeft de functie gehad om de signalen voor de tikklokken die overal op het fabrieksterrein van de CRV stonden, om die daar aan te sturen. Die dus overal, overal hadden de tikklokken precies dezelfde tijd. Dat ken ik nog. Nou, dit is wel een hele oude telefoon, hè, Martin? Dit is inderdaad een heel oud ding. En een hele mooie telefooncentrale van Waleer. En we zijn heel blij dat we ook dit weer hebben aan onze museumcollectie hebben kunnen toevoegen. Als je eens even zou gaan zitten, ja, dat kunnen mevrouw. Ja, kan de jeugd zich niet meer voorstellen, nee, hè? Nee, want die hebben nou zo'n mobieltje maar, en dan weet ik wat ze allemaal hebben. Zat hier de telefonist die zat hier en die moest en er die niet had op de dan hoofd. Een koptelefoon op. Of kon eventueel ook gebruik maken van een normale telefoon. Een bakkelieten telefoon, ziet u? Ja, dit ook, ja. En dan moest ze knopjes omzetten. Ja. En dan... Werd van huis uit werd er dus gebeld. Ja. Ik wil nummer 782 hebben, is maar een voorbeeld. En dan pak je dat ding en dan denk je dat in 782. En dit is nummertje 55 wil er niet in. 55. En nog een keer. En die belt. Ja, een momentje en dan spreekt u maar. Komen er ook scholen hier, Piet? Ja, we hebben van het begin af aan hebben we eigenlijk een prettige samenwerking met Fioretti College hier in Veghel. En vanaf die kant krijgen we toch wel wat bezoek. En ook excursies van leerlingen met een bepaald item waar we dan voor zorgen dat ze daar een les of een lesuur hier in het museum kunnen zijn. Martin, ik krijg helemaal het Sinterklaasgevoel, want volgens mij zijn daar speculaasvormen, hè? Ja, dit zijn echte specifieke Sinterklaasvormen van de speculaasjes en ook van de Tai-Tai poppen. Ziet u hier? Natuurlijk. Ja. Ja. Hier werd het deeg in gebracht, hierbovenin. Ja. Dat werd door deze rol dus over deze rol verdeeld. Ja. En kwam uiteindelijk als een deeg... plankje eigenlijk als het ware via deze band naar beneden lopen en werd hier op de bakplaat, opgevangen. Ja. En deze bakplaat, als die vol was, dan ging je de oven in om het speculaas te bakken. Dit is iets heel bijzonders, zeg je? Dit is een heel bijzondere motor. We hebben contacten gezocht met Petter in Engeland en oud-medewerkers van Petter wisten ons te vertellen dat dit een uniek exemplaar is. En ik heb begrepen dat oud-medewerkers van Petter, die in Engeland zijn, nog eerdaags naar deze motor willen komen kijken, omdat dit eigenlijk een van de weinig goed geconserveerde exemplaren is. Jullie hebben een mooie collectie, Martin, mogen wij we wel zeggen. Wij vinden zelf ook dat we een hele mooie collectie hebben. Ik mag best weten, als bestuurslid van dit museum, ik ben bijzonder trots op dat we deze collectie nu al in 2 jaar tijd bij elkaar hebben kunnen verzamelen. Nou, dat straal je ook uit, hoor. Ja. Nou, Martin, ik wil je bedanken voor je bijzonder enthousiaste manier waarop je dit museum te kijk zet voor de mensen thuis. Kun je nog even zeggen wanneer ze het kunnen bezoeken? De bezoektijden zijn op dit moment zaterdags tussen 9 en 12 uur. En voor groepen zijn we altijd op afspraak door de week open. Oké. Heel erg bedankt. Ik besef dat ik nog niet een derde gezien heb van wat jullie allemaal hebben. Maar het was heel leuk om even een indruk te krijgen. Heel graag gedaan, Hanneke. En iedereen is van harte welkom, ook u. Dit was Ogenblik voor deze week. Kijk volgende week weer naar een gloednieuwe aflevering. Natuurlijk hier op Brabant 10.